Wilt u ook uw verhaal kwijt? Dat kan bij Goudmijn op kro.nl. Ik ben op weg naar Mieke Zomer. Jarenlang was ze directeur van een internationaal vertalingsbureau. Een drukke baan in een harde, zakelijke wereld. Dat leven heeft ze achter zich gelaten. Ze praat nu niet alleen met mensen, maar ook met dieren. Praten met dieren heeft mijn leven volledig op zijn kop gezet. Het is zoiets moois wat we doen. Ik wil dit uitdragen, dit is mijn missie. Mieke Zomer woont op een prachtige boerderij in de Achterhoek. Samen met haar partner, haar 8 ezels, 2 honden en enkele paarden. Mieke praat met dieren. Als dierentolk komt ze van alles te weten over hun gezondheid, hun verleden en waar ze zich wel of niet goed bij voelen. En met die informatie helpt ze weer hun baasjes. Sil, wil je geborsteld worden? 10 jaar geleden zag haar leven er heel anders uit. Ze was zakenvrouw. Nou ja, ik was directeur van een internationaal opererend bedrijf. En we hadden contacten over de hele wereld. De leveranciers zaten over de hele wereld. De afnemers over de hele wereld. En daarnaast was ik ontzettende fan van beleggen. Ik vond het ontzettend leuk om tussen de bedrijven door even snel de AIX te checken. Kijken wat de midcap deed. Iedere ochtend zat ik met mijn neus in de Financiële Telegraaf. Al die koersen te bekijken. Dus dat was echt mijn wereld. En als je dan keek naar mensen die bezig waren met allerlei spirituele zaken, dus van mediteren, wierookbranden. Ja. Wat vond je daarvan? Ja, eigenlijk een beetje zielig. Zielig? Ja. Hoezo? Nou ja, die mensen hadden het niet gemaakt en die hadden het niet helemaal begrepen. En die waren een beetje mislukt en die gingen daarom wierookjes branden of met edelstenen lopen of zoiets. Ik stond daar absoluut niet voor open. Ik vond één grote onzin. Ik vond het een grote volksverlakkerij. Tot op een dag. Tot op een dag. Nou, ik zelf zo iemand werd. Ik volgde een cursus per ongeluk. Dus helemaal niet waar ik terecht kwam. En toen kwam ik erachter dat... Maar wat voor cursus was het die je ging volgen? Een cursus waarbij het onderbewustzijn getraind wordt. Oh, dat vind ik behoorlijk spiritueel. Ja, maar dat wist ik allemaal niet, joh. Een cursus om je onderbewustzijn te ontwikkelen. Mieke volgt hem omdat het slecht gaat met haar dochter op school. En het is verplicht dat ook een van de ouders meedoet. En dan gebeurt het ongelooflijke. Aan het einde van dag 4 heb ik het licht gezien. Het is niet te geloven wat er gebeurde. Want ik had een naam, een woonplaats en een geboortedatum gekregen. Op een briefje? Op een briefje. En dan moest ik me concentreren. En wat er toen gebeurde. Nou, maar wat was dan de bedoeling wat je dan deed? Concentreren op die gegevens. Dan komt de informatie vanzelf binnen. En toen bleek het dus tot in detail te kloppen. Alles wat ik had gezien op basis van een naam, een woonplaats en een geboortedatum, klopte alles. Dus ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Maar toen besloot je ook nog eens met dieren te gaan communiceren. Ja. Ja. Hoe kwam je daar dan op? Nou, van jongs af aan heb ik altijd wel iets met dieren gehad. Ik heb ooit bij een dierenarts gewerkt. Ik heb ooit in een melkveehouderij gewerkt. En toen dacht ik, nou weet je, ik weet hoe ik feilloos kan intunen op een mens. Het enige wat ik nodig heb is een beetje de tools. Hoe doe ik dat met een dier? Na een cursus van een dag krijgt Mieke haar eerste opdracht. Poes Pukkie is verdwaald en de eigenaar wil weten waar de kat is. Nou, toen ben ik toch met die kat in gesprek gegaan. Ja. Maar in gesprek gegaan? Meditatie. Dus je gaat naar een meditatieniveau. Dus je zakt af naar een bepaald meditatieniveau. Daar roep je het dier aan. En vanuit de pure onvoorwaardelijke liefde, vanuit de zuiverheid, roep je het dier aan. En dan komt er informatie terug. En toen zei hij dus, ik ben op vakantie. De kat zei, ik ben op vakantie. Ik ben op vakantie, laat maar lekker zitten. Ik zit op een boerderij. Ik zit goed, ik word heel goed verzorgd. En ik zit in een paardenstal. Dus ik kom vanzelf weer terug. Oh, dat zei hij ook? Dat zei hij ook. Ja, je hoeft me niet te zoeken. 2 maanden later gebeurt een klein wonder. Pukkie keert terug naar huis. Dat is het begin van het nieuwe leven van Mieke. Ze stopt met haar vertalingsbureau en start als dierentolk. Honderden consulten heeft ze inmiddels achter de rug. En of het nu een ezel is of een bij, ze praat met alle dieren. Heb je wel eens met een bij gepraat? Ja. En wat zei die? Weet je, maar dat vind ik dan zo zweverig. Het klinkt ook zweverig, maar ik wil het toch weten. Nou,
Ja, het was heel gek, maar toen woonde ik nog in een ander huis. En dan had ik hem, ja, 's middags kwam hij dan telkens op mijn vinger zitten. Ja, die bij? Die bij, ja. En dan echt een week achter elkaar had ik contact met die bij. En dat hij het zo fijn vond bij me. Maar ja, weet je, dat is allemaal van die leuter. Daar heb ik dan niks mee. Want ik merk dat jij je er bijna voor schaamt om het te vertellen. Ja, nou eigenlijk wel. Want het, weet je, dat maakt het meteen lachwekkend en zo. En het is... Ja. Het is serious... Serious business. Ja. Mensen komen met vragen als... hoe komt het dat mijn kat altijd spuugt als hij net heeft gegeten? Wil mijn hond pups? Als mijn paard gedekt wordt, welke hengst zou ze dan willen? Moet ze meer hebben? Of, ja, mag ja? wel. Ja, ze hebben nog eentje. Maar hoe werd er op gereageerd door jouw omgeving? Ik denk dan vooral aan jouw zaken, ja. Vrienden en bekenden. Ja, nou, Mieke gaat met dieren praten. Ja, ja. Dat is natuurlijk wennen. Dus in het begin dachten ze wennen. Van, ja. Zo leuk uitgedrukt, wennen. Ja, nou in het begin, kijk, sommige mensen, daar kun je het verhaal nog niet aan kwijt. En nee. Die verdwijnen dan vanzelf uit je kenniskring. Maar het gekke is dat je steeds meer mensen treft die zeggen, ja, nou, ik geloof er eigenlijk wel in. Of ja, ik heb ook wel eens zoiets meegemaakt. En ik hoef nooit meer mensen te overtuigen of zo. Het is gewoon zo. Nee. En overtuigen doe ik ook niet meer aan als je niet gelooft. Nee, waarom zou je? Nee, ja. Precies, het kost alleen maar energie. Maar als je met de ogen van de oude Mieke... Ja, naar dan deze. Had ik vierkant uitgelachen. Echt waar? Ja, ja. Dan had ik... nee, ik had niet geloofd. Maar nee. Inmiddels ben je wel, ik geloof 2 jaar geleden, medium van het jaar geworden. Nou, is dat niet al te maf? Dus dat ik, weet je, er zijn mensen die het met een paplepel hebben ingegoten gekregen thuis. Moeder, oma enzovoort. Ik heb er niets van meegekregen. Ik heb er altijd voor afgesloten. En dan in 4 jaar tijd dat ik ermee bezig ben, medium van het jaar. Bizar. En dan is het nu tijd voor een consult. Kan Mieke hond Leo helpen? Mieke heeft voor een consult niet meer nodig dan een foto van de hond. Ik heb hier een foto van hond Leo. Ja. Het is een bokser. Ja. Ja, dat zie je op de foto. Ik ken hem niet, dus ik kan jou niks over hem vertellen. Nee. Het enige wat ik weet van Leo is dat hij agressief is als hij in de auto zit. Okay. En dat mensen dan niet in de auto durven te stappen. Okay. En nu wil je? Ja, wat de vraag is, of jij, dat is de vraag van de eigenaar van Leo, wat er aan de hand is, dus waarom die zo doet en wat ze eraan moeten doen. Oké. Leg mijn hand erop, er is helemaal niks geks mee. Overal zit energie aan, ook aan de foto, ook aan deze hond zit energie. En wat ik meteen voel is dat hij warm is, dat er warmte van afstraalt. Goed, ik sluit me even af. Ja? Ja? Ik ben er. Wilt u weten hoe het gesprek tussen Mieke en Leo verlopen is? Luister dan aanstaande zondag om 6 uur naar Goudmijn op Radio 2. Of ga nu naar onze site kro.nl.